Dit is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Dus je hebt zelf gezien dat ik tegen die bus aan zat? Nee, dat heb ik niet gezien. Dat heb je wel gezien. Maar nou ga je bus spuiten, er is geen bewijsmateriaal meer. Dan heb je me meteen aansprakelijk moeten stellen. Nee, ik stond in mijn kantoor toen het gebeurde. Ja, tuurlijk. Ik was koffie drinken. Goed. Maar nu de Corsa. De autohandel Vis, die heeft mijn dochter gewoon een rijende bom meegegeven. Ik heb €400 schade. En dan staat hij gewoon een beetje bij om te lachen. Ik vind het gewoon een prutser. Dat hoor je gewoon niet te doen. Ik ben onderweg naar Roelinka Vonk en haar vader Harry uit het Gelderse plaatsje Dieren. En wat sowieso heel bijzonder is, de familie Vonk doet niets liever dan het hele jaar door kerst vieren. En dus zou je zeggen, vrede op aarde. Maar niets is minder waar, want sinds Roelinka een tweedehands autootje heeft gekocht bij autobedrijf Vis, is de vrede ver te zoeken. Met hem doen? Alle hoeken van de kamer laten zien. Echt, een sfeertje. Ik krijg misschien een paar tikken op mijn muil, maar ik heb mijn handen krijg dan vermorzelijken. Henk Vis, de trotse eigenaar van autohandel Vis uit Putten, snapt er helemaal geen bal meer van. Sterker nog, hij is ervan overtuigd dat die Roelinka toch echt een prima autootje heeft verkocht. Ja, wat ik verkoop, daar sta ik ook 100% achter. Dat is gewoon goed, dat weet ik. Inmiddels is de zaak door beide partijen zo op de spits gedreven dat het de hoogste tijd wordt dat meester Visser de vrede komt herstellen. Nou, dit is dan de auto die ik gekocht heb. Roelinka heeft een auto gekocht van haar zuur verdiende centen. En ik ben Roelinka. En er zijn diverse mankementen die later boven water zijn gekomen. Nou, we gaan dan nu een stukje rijden om te kijken hoe ver die kan. Hier, hij brandt al. Kijk, hij brandt al, dus ik moet al stoppen. Je kan dan niet meer verder rijden. Nee, ik kan al niet meer verder. Hier, het Olympie gaat dan meteen branden. Ik heb alleen de auto gestart en mijn koppeling losgelaten. Dus met deze auto kom ik niet eens op stage. Dit heeft mijn dochter niet verdiend. Ja, vanaf dat ik bij de auto gereisd staat, heb ik ook niet meer gereden. Dus het doet me ook gewoon veel verdriet om er nu in te zitten. De hele zomer hard voor gewerkt en ik kan er niet eens een meter mee rijden. Meneer Vis heeft mij een hele slechte auto verkocht. Met andere woorden, ik vind het gewoon een prutser. Dat hoor je gewoon niet te doen. Eerst naar onze autootjes, wat wij verkopen. Nagekeken, film het nieuwe APK erop, of er komt een nieuwe APK op, klaargemaakt, dingetjes. En absoluut gewoon goed rijdende auto's. Ja, auto's in mijn lust in mijn leven heb ik altijd al mooi gevonden, om te zeggen. En dan, ja, ze klaarmaken, verkopen, blije klanten. Het lampje is nu uit, dus ik wil graag kijken hoe ver we dan nu komen. Dus hopelijk dan verder dan de eerste keer. Oh, heb je alweer. Ja, kijk. Stoppen. Einde van de straat en ik moet gelijk stoppen. Eigenlijk heb ik altijd tevreden klanten, gelukkig. Ja, ja, gelukkig wel. Godverdomme. Hij van thuis moeten komen en dan zelf een stukje moeten dalen. Verdomme. Niet over tot waar heen, hè? Nee, nee. Naar rechts, naar rechts. Ja, ja. Naar rechts. Wat ben je nou aan het doen? Weet ik veel. Ik heb een hele grote klantenkring. Ze komen altijd terug. Ik heb hem zeker met een heel goed gevoel verkocht. Als ik er geen goed gevoel bij heb, verkoop ik hem absoluut niet. Godverdomme. Draai. Met al, autohandel Vis, die heeft mijn dochter gewoon een rijende bom meegegeven. Nou, daar zijn we dan, in Dieren. En volgens mij heb ik hem precies geparkeerd achter het wrak van de week. De miskoop van Roelinka, tenminste, zo noemt ze het zelf. En ja hoor, kan niet missen. Dat is het huis van Harry en Roelinka. Nou, u ziet het, de kerstboom staat al. Normaal gesproken drink ik altijd een kopje koffie. Ik denk dat ik nu voor de glühwein ga. Moet u wel even weten dat het pas 30 oktober is. En nu al is het op nummertje 46 een stukje Bethlehem in Nederland.
Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ik had bijna de kerstman verwacht. Ja? Oh. Victor. Harry Vonk. Hoi. Hoi, Roelinka. Victor, ik kom kletsen over het wrak van de week. Zullen we er gelijk maar even naartoe lopen? Ja, dat is goed. Dan weten we waar we over praten. Over een auto die niet rijdt. Over een auto die niet rijdt, nee. Nee. Want helemaal niet, nee. Op het moment. Dus hij staat hier een soort van half dood in de straat. Als je 500 meter rijdt, gaat de olielampje branden en als je verder rijdt, is de motorblok kapot. Dat klinkt niet best. Nee. Ik heb er geen verstand van, maar dat klinkt niet best. En wat heb je ervoor betaald? 1250 euro. Tjitjien, zeggen we dan. Hè? Voor de, nou ja, dat klinkt dus een kassa, maar ik bedoel eigenlijk het toilet. Ja. Zullen we eens even naar binnen gaan, want het is best frisjes. Ja. Om bij de kerstbomen eens even verder te kletsen. Ja, graag. Ja? Doen we dat? Als je de bonen eronder uitzaagt, dan kun je een Fred Flintstone-auto door maken. Ja, dan ben jij Wilma. Ja. It's beginning to look a lot like Christmas. Nou, kom je verder in de hobby van mijn vrouw. You go. Oh. It's beginning to look a lot like Christmas. Jullie zijn er vroeg bij. Ik heb voor zonkapitaal op zolder staan, dus ik wil er wat langer van genieten. Niet! We laten de kerst even rusten. Ja. Nou ja, dat gaat bijna niet. Maar ik bedoel, laten we gewoon even gaan zitten. Want we zijn hier natuurlijk om over de auto te kletsen. Ja. Want wat een toestand. Echt wel. Hè? Op een gegeven moment toen zagen jullie dat autootje staan op internet. En toen dacht je, jij vooral, dit moet hem worden. Ja, klopt. En toen? Telefoon gepakt, gebeld. Ja. Met autohandelvis? Met autohandelvis, ja. Okay. Ik zeg, ik heb interesse in een Corsaatje, 1200. Ik zie die mens Koene. Oh, ja, zit hij maar. Ik heb hem van een trailer afgereden. Hij zegt, ik hoorde lawaai van de distributieketting. Ja. En... Maar daar was een probleempje mee. Ja, die zou hij vervangen voor ons. Oké. Okay. Dus heb ik hem later weer een keer teruggebeld. Ja, de ketting was vervangen en alles was weer spannen, was rij klaar. APK zat er allemaal op en zo. En toen zijn we de volgende dag samen naartoe, ja. Dus jullie zijn naar Putten gegaan. Mooie dag. Eerste autootje, hartstikke leuk. Ja. Wat was jullie eerste indruk toen jullie daar aankwamen? Ik vond het een beetje een patser. Een beetje een patser? Ja, een beetje een wijsneus. Want? Oh, die verhalen die hij in de kantine vertelde en zo. Hij had een inbouwkeuken van een ton. En het huis in de garage was 2 miljoen waard en zo. Ja, wat interesseert mij dat? Kortom, jullie eerste indruk was niet zo prettig. Echt niet. Echt een wijsneus. Ja, en hoe zag de garage er verder uit? Verzorgd? Nou, ik vond het een beetje een rommelzooitje. Heb je daar een kooi met papegaaien staan dergelijke? Papegaaien in de garage? Ja, maar dat is toch allemaal dergelijke. Er staan allemaal papegaaien in de kooi. Ik vind het alleen jammer dat die papegaai niet helderziende is. Dat ik zeg, niet kopen, niet kopen, niet kopen. Ja. Maar goed, alle gekheid op een stokkie. Alle papegaaien op een stokkie. Jullie zagen het autootje staan. En ik neem aan dat jullie eerst even een proefritje gemaakt hebben. Dat klopt. En hoe reed die? Ja, voor mijn gevoel was het wel verder goed. Dus ja. Jullie wilden hem kopen? Ja. En toen? We stonden bij de auto en zelf besloten van, ja, ik koop hem. Toen kwam de heer Visser aan, die ging, want de portier stond open aan de bestuurderskant. Ging hij de arm eroverheen liggen. Toen zegt hij, ja, zit hij maar dit raam wil niet naar beneden. Daar kwam hij eigenlijk pas op het allerlaatste moment. Ja. Toen jullie de centen bewijzen van al in de hand hadden. Ja, dan 5 minuten later hebben we de centen naar hem gegeven. Wel een klein beetje naïef. Maar ze was er zo gek op. Ja. Ze dacht bij de eigen van, nou, met rijden heb ik ook niets gemerkt dergelijke. Ja. En wanneer begonnen dan de eerste problemen? Toen ik hier heb ik de deur losgemaakt. Om te kijken met die bedrading wat hij zei. Ja, want dat raam deed het niet. Nee, deed het niet. Contact gezocht met Hans de Monteur. En Hans de Monteur? Ja. Die kenden jullie al? Ja, die ken ik al jaren. Oké, dat is een vertrouwde monteur voor u. Echt wel. En kon Hans het oplossen? Die kon het wel oplossen, ja. Zoals je ziet doet hij het nu weer. Maar het heeft me wel heel veel geld gekost. Want uiteindelijk kost het veel meer geld dan eigenlijk de bedoeling was. 110 euro was het. Dat is veel geld. Ja. En toen kwam het balletje aan het rollen. Welk balletje? Nou, dat Hans de auto s'avonds terug kon brengen om 8 uur. Hij zegt, moet je naar de auto luisteren, zegt hij. De distributieketting is helemaal niet vervangen. Niks. Maar dat hadden jullie toch afgesproken? Ja, dat was de afspraak ook. Gewoon de oude zat er gewoon. Helemaal versleten en dergelijke. En dat weet je 100% zeker? Nou, Hans zei dat. En je hebt de oude ketting achter in de kattenbak liggen.
deze heeft mijn monteur eraf gehaald. Nou, als u ziet, is deze al beschadigd en versleten. Wat gebeurt er als die ketting kapot knalt? Gaat er de blok erin, blokkeert hij de wielen? Wat gebeurt er? Misschien had ik nu al een rolstoel, bij wijze van spreken, gezeten. Ja, ik ben er nog wel van in shock. Ja, maar voelde je niet onwijs belazerd? Nou, ik wil hem ook niet in mijn vingers schrijven. Ik knijp een kop uit. Echt. Zo boos ben je? Ja. Wie aan mijn gezin komt dergelijke, bij het verkeerde adres. Het kan een half jaar duren, het kan een jaar. Het kan 2, 3 jaar, 5 jaar duren, maar pakken ze hem. Echt, dat garandeer ik je. Ja. Maar hoe is dat dan voor jou, dat als je hier zo voor het raam uitkijkt, dat je je autootje ziet staan wat niks doet? Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ja. Daarom heb ik het liefst ook boven mijn gordijnen dicht, zodat ik het niet hoef te kijken. Echt waar? Ja. Ja. Ik voel heel veel verdriet als ik hem zie. En ik heb de hele zomer voor gewerkt. En ik, mijn eerste autootje. En dan ja, staat het er als een wrak in de straat. En als ik nu naar de auto kijk, dan doe ik gewoon gauw mijn gordijnen dicht. Ja, ik wil hem niet eens meer zien. Nee. Je houdt gewoon de gordijnen van je kamer dicht? Ja, ja. Oh, sorry. Nou goed, meester Visser gaat vandaag naar de zaak kijken. Die neemt uiteraard een auto-expert mee. Dus we gaan hem helemaal onderzoeken. Wat is jullie eis voor meester Visser? De aankoopbedrag 2150 terug. Auto retour en 500 euro gemaakte kosten. Begrijp het. Het is mij duidelijk. Zie ik jullie zometeen terug bij Autohandel Vis in Putten. Tot dan. Even rustig aan. Ik zou zeggen, chill nog even lekker. En tot straks. Hele groetjes. Hoi hoi. Yo. Nou, daar zijn we dan. Garagebedrijf Vis in Putten. Ziet er op het eerste oog keurig uit. Maar ja, volgens Harry is er dus bij garagebedrijf Vis een heleboel mis. Ik ga de proef op de som nemen. Kijk eens aan. Dat is belangrijk, hè? RDW erkend. Ja. Goedemiddag. Meneer Vis. Ja, dat ben ik. Veel over u gehoord. Oké, Henk. Niet allemaal positief. Oké, het is niet anders, hè. Zullen we daar in de garage even verder over kletsen? Ja, doen we dat. Want dit is jouw domein, Henk. Ja, dit is mijn garage. Ja. Hier doe ik alles dus. En het domein van de vogels. Zeker het domein van mijn vogels. Ja. Wat doen nou een paar papegaaien in een garagebedrijf? Ja, die heb ik eigenlijk al vanaf het begin hier. We zitten vanaf 96 hier. Heb ik die vogels overgenomen. Zo oud zijn ze al? Zo, ja, die zijn nog veel ouder zelfs. Wauw. En praten ze ook? Ze praten heel goed. Ja. En wat zeggen ze dan zoal? Van alles hallo en lekkere koek. Maar ze zeggen niet, niet kopen, niet kopen. Nee, gelukkig niet. Dat ze zeggen altijd, niet. Zeer tevreden klanten, wel kopen, zeggen ze. Wel kopen, wel kopen. Ja, we lachen er nou om, Henk. Ja. Maar het is eigenlijk best wel ellendig, hè? Ja, het is voor beide partijen niet leuk natuurlijk, hè? Nee, je kent het imago hè, van de autoverkoper. Onbetrouwbaar, asociaal. Ben je zo'n man? Nee, zo'n man ben ik absoluut niet. Dus jij durft je handen in het vuur te steken voor de auto die je aan de familie Vonk hebt verkocht? Ja, dat durf ik absoluut. De auto was goed toen hij wegging. Absoluut goed. Maar toch was er iets met een distributieketting. Distributieketting, die ja, zou ik naar kijken. Waarom moest daarnaar gekeken worden? Er zat iets, een heel klein licht geluidje in. Nou zegt meneer Vonk, oftewel Harry, dat jullie een afspraak hadden gemaakt dat jij die ketting gewoon sowieso zou vernieuwen. Is dat zo? Nee, dat is niet zo. Ik zal er geen nieuwe ketting in zetten. Ze hebben ook heel mooi naar huis gereden. En na anderhalf maand bellen ze, de auto is niet goed. Ja, de auto was toen hier wegging absoluut wel goed. We hadden ze gewoon eigenlijk dag 1 terug moeten bellen en niet na anderhalf maand bellen. En dan zeggen dat een andere monteur heeft gekeken. Van allerlei dingen er mis mee waren en zo. Ja, een beetje slordig. Zo hoort het niet natuurlijk. Hoort niet, snappen ze denk zelf ook wel, maar misschien ook wel niet. Zijn ze misschien ook niet slim genoeg voor. Ja, hij is hier goed weggegaan en ik doe er gewoon helemaal niks meer aan nu. Ik ben er klaar mee. Baal je ervan? Ja, heel vervelend vind ik het. Ja. Ja, want dan, och vent. Ja, dat vind ik echt kloten. Ja.
Maar dan zo doodschiet die want, want, want ja. Nou ja, laten we dat niet doen. Ja. Maar het raakt jou in je vakmanshart of zo. Absoluut, ja. Ja. Ik vind het heel lastig. Wat maakt het zo lastig? Ja, dat hij na zo'n lange tijd pas terugbelt, zo dreigend overkomt, schreeuwen en blaren tegen me. Echt waar? Ja. Wat heeft hij allemaal gezegd? Ja, van allerlei rare dingen wil ik het eens herhalen. Nou heb ik begrepen dat je meneer Vis bedreigd hebt. Klopt dat? Nee, ik heb niet bedreigd. Ik heb alleen gezegd, dan kwam hij met dit verhaal en dat verhaal. En dat ook helemaal spuug zat. Toen belde ik hem weer op, weer een hele kletsverhaal. Ik zei, jongen, hoe gaan we het nou oplossen? Wit kwaad schiks of goed schiks? En bedreigen heb ik een hekel aan en blijven schreeuwen aan die telefoon. Ik zei, bedreig je niet. Alles wat ik zeg, doe ik. Ja. Ja, dat is waar ik me zo'n zorgen om maak. Ja. Dat je het echt een keer doet binnenkort. Als er geen oplossing komt. Nou, ik wil vaker met een beltje hakken. Het is niet de eerste keer, het zal ook niet de laatste keer zijn, denk ik. Nee. Maar ja, we krijgen hier in Nederland 40 uur taakstraf, dus daar lig ik dan niet wakker van. Dan begrijp ik wel dat die man denkt... Nou hebben Harry en Roelinka als eis voor meester Visser dat ze de €1250 van de auto terugkrijgen en €500 aan onkostenvergoeding, want ze hebben natuurlijk een boel laten repareren. Heb jij een tegeneis? Ja, zeker. Ik wil sowieso dus de schade van de bus betalen, die €400. Hier stond mijn bus, waar die altijd staat. Ja, de Corsa stond daar ook. De man ging proefrijden. Zijn dochter zei, ga jij even proefrijden, papa? Rijdt achteruit. Rijdt hier aan de zijkant. Van de bus, de hoogte van de spiegel. Hier ook. Rijdt er achterkant. Een dikke kast erop. Maar dat is echt zo'n stuk? Ja, een paar meter. Een paar meter? Ja. Niet? Maar dat heb je toch door? Op een gegeven moment hoor je toch... dat je ergens tegenaan zit, toch? Lijkt me wel, man. En heb je hem toen gebeld? Ik heb meteen netjes een appje gestuurd naar Roelinka. Weet je, van, goh, wil je even aan je vader vragen of hij wat gemerkt heeft... of hij een kras op mijn bus heeft gereden? En dan ontkent ze het ook nog. Maar ja, goed, dat zeggen we in de mentaliteit van de mensen. Nou, Henk, het is mij duidelijk. Als meester Visser zo meteen onderweg is, kom ik jou halen. Ja. Tot die tijd even rustig aan. Oké. Ga jij maar even in gesprek met de vogels. Ja, succes. Het is best wel weer een hele ingewikkelde zaak vandaag. Want het lijkt te gaan om een autootje van €1250. Maar toch hebben we net gezien dat bij beide partijen de emoties heel erg hoog zitten. Volgens Henk was de auto in goede conditie toen hij de garage verliet op de dag van de verkoop. Maar volgens Harry en Roelinka is dat absoluut niet waar. Nou, schone zaak voor meester Visser om dat uit te zoeken. Die heeft een autodeskundige meegenomen. Hoogste tijd voor mij om de partijen erbij te halen. Henk, kom je erbij? Meester Visser is er bijna. Oké, nou, kom maar naar buiten. Graag. Als het goed is, is de tegenpartij onderweg. Oké. Met de Corsa. We hebben een ongeluk gehad met het autootje. Met het autootje. Met het autootje. Ja, het blijft een mooi autootje, de Corsa. Blij dat ik hem weer terug zag. Jongens, kom erbij. Nou Henk, de auto ken je nog? Ja, klopt. En de familie Vonk, die ken je ook nog? Ja, geven we elkaar nog een hand? Ja, niet, Henk. Het is zaken. Ja. Als ze niet meegedaan had aan meester Visser, was ze nog niet jaren met mij geweest, hè? Zweretje. Henk, jij was ervan overtuigd, heb je mij verteld, dat de auto in goede staat was toen hij de garage verliet. Ja. Hoe kan het dan toch dat hij nu niet meer rijdt? Ja, ze hebben een andere monteur eraan laten schroeven aan de auto. Ik weet niet wat ermee gebeurd is. Je moet de singleton laten repareren, niet? Jij zet het draadje van het raam. Op het laatste moment zei jij, het is het draadje los. Maar waarom niet gewoon als je een auto koopt zeggen van oké, ik koop hem pas als alles gefixt is? Ja, omdat zij helemaal gefocust was op die auto. Die monteur van jullie, Hans, ja. Vriend van jullie. Ja. Henk kent die man natuurlijk niet. Jullie steken je handen in het vuur voor die man. Ja. Zou het kunnen zijn dat hij iets aan die auto verpest heeft? Nee, maar niks. Oh, daar zit de twijfel van. Alle papieren, ja, maar daar zit de twijfel van. Niks. Begrijp je? Want die auto is anderhalve maand bij een ander. Zeg monteur dergelijke bij de open garage. Ja, oké, maar dat zeg, ik ken die helemaal niet. Die auto klopt gewoon niet. Heel simpel. En dan kan hij wel over Hans zeggen, Hans, wat hij gedaan heeft, bla bla bla. Dan denk ik dan, dan kom ik liever in het donker steekje tegen. Maar hun kunnen wel zeggen dat Hans een heilig is natuurlijk, maar ik had liever het autootje hier gehad. Ik denk, binnen een uurtje had ik de auto gerepareerd en dan hadden ze er nu nog steeds
prima mee rondrijden met het autootje. Dan hebben we nog het gevalletje Kras. Ja. Je hebt met je spiegel, zegt Henk, een enorme kras op zijn bus gemaakt. Is dat zo? Volgens mij niet. Heb jij die bus geraakt of niet? Wat heb je? Dan mag je hier dood neervallen. Nee, doe me niet. Nee, maar dat is wel zo. Ik heb een kras op mijn bus, 400 euro schade, en dan staat hij gewoon een beetje om te lachen. En als jij dan dat gezien had, was je naartoe gelopen, had je mij aansprakelijk gesteld? Nee, ik heb het niet gezien. Mijn dochter. Maar jongens, jongens. Je zag toch tegen de bus aan zat en meteen moet gewoon kijken. Maar Harry, ja. Het gaat om een kras namelijk van meters. Ja, heel meters? Een enorme kras. Vier, vragen naar meters. Dus ik hoop dat er morgen 2 centimeter maakt. Ja, Harry heeft erover gelogen. Want eerst zegt hij, heeft niet tegen mijn bus aangezeten. En nu zegt hij, heeft wel tegen mijn bus aangezeten, alleen een heel klein stukje maar. Ik heb hem ook geraakt. Maar voor mij, hij stond er zelf bij. Ik meteen naar toe moeten lopen en kijken van, hé, wat is er gebeurd? Is er schade? Heeft hij niet gedaan. Hebben niet aansprakelijk gesteld, niks. Na zo lang bellen, ook een andere monteur er aan laten zitten. Ik heb met een dubbele longontsteking in het ziekenhuis gelegen. Er moeten polypen weggehaald worden, dan heb ik anders op kanker. En dan vind ik dat wel iets belangrijker dan die auto voor jou. Meester Visser. Ja, dochter kan dochter, mijn dochter heeft nergens verstand van. Van harte welkom. Fijn dat u er bent. Graag. Mag ik u voorstellen aan Roelinka en haar vader Harry. Ja. Harry Gong. De eigenaar van de Opel Corsa. Ja. En die hebben zij gekocht bij Henk. Henk Vis. Nou, Henk Vis, geloof ik. Van het autobedrijf hier. Gelijknamig autobedrijf. En het autootje, ja, het doet niet veel meer. Helaas. Het staat hier op de oplegger. En dan moet hij eraf. Kan ik u helpen? Nou, als je hem er even af kunt zetten. Jij bent er nogal handig in. Dan geef ik wel aanwijzingen. Ik ga mijn best doen. Komt-ie aan, meester Visser? Komt-ie? Ja. Geintje, ja. Dat was een geintje. Nee, meester Visser is gelukkig wel grapjes maken. Dat ja. Vind ik ook wel heel prettig. Want daardoor is de spanning ook gelijk een stuk aangenamer. Ik had het niet verwacht dat hij zo'n klein was. Zullen we een ritje proberen te maken? We gaan gewoon een ritje rijden. Daar ga ik er voor in zitten. Dan rijd ik u. Ja. Bent u goed verzekerd, meester Visser? Ik wel. Ik ook, gelukkig. De heren ook? Ja, hoor. We stappen er gewoon in. Nou, een lage instap. Een senioren instap. Zitten we goed achterin? Lekker ruim. Nou, heerlijk. Oh, dat... De achteruit. Is dat goed? De achteruit doet het ook nog. Boem is ho. Grond is water. Hey, oh, als je maar blijft rijden. Nou, hier gaan volgens mij een bedrijventerrein op. Nee, ik ga met de bocht mee. Ja, goed. Het stuur doet het ook nog. Ah, die auto een keer niks aan, dat gaat toch goed? Ik rij nu 40, bijna. Ja, nou, dat gaat nog steeds goed. Ja, maar we moeten wel even een kleine, een beetje serieuze test moeten ja, zijn. Ja, nu even op zijn staart trappen. Tot nu toe brandt er nog maar één lampje. En dat ja, is... Ja, die brandt altijd ook al. Dan doen we nog een rondje. We doen nog een rondje. Nee, niet op die auto rijden. We gaan echt zo door naar Zuid-Spanje. Ik zat al achterin. Ga nou branden. Ja, zei meester Frank Visser ook. Hij zegt, het is een heerlijk autootje. Zullen we doorrijden in Spanje? Keren, denk ik. Keren, daar heb je hem. Oh, er brandt nu een olielampje. En die moet je hem uitzetten. Hoezo? Wat moet het dan uitzetten? Ja, anders is de blok naar de Filistijn. Ja, hij is weer uit. Wat zou er kunnen gebeuren, Henk, als we doorrijden met het rode lampje? Als je echt geen oliedruk hebt, dan loopt het motortje vast. Maar dat moeten we niet hebben. Maar als er geen olie in zou zitten, dan gaat dat lampje toch weer niet uit. Doe het maar op mijn risico. Volgens mij is het gewoon... Weet u het zeker? Nou brandt hij weer, hè? Oh nee, nu is hij weer uit. Nu is hij eruit. Als je links omgaat, gaat dat lampje uit. Ik zweer het je. Ja, we hebben er ook gewoon een heerlijk 4 rondjes mee gereden. Heeft u genoeg gezien? Ik heb genoeg gezien. Nou, ik koop hem. We rijden er heerlijk in. Ja, eerlijk is eerlijk. Ja, dat vond ik ook typisch. De lamp ging wel knapper. Uit, aan. En bij ons thuis zei je dat de koppeling los, bam. 10, 20 meter verder, bam. De auto klopt gewoon niet. Heel simpel. Zullen we hem even op de brug zetten bij u? Ja. Ja, ga naar het licht. Ja. Kom dan maar mee. Nou, laten we zeggen de deskundige. Visser? Ja. De klagers zeggen het wrak van de week. Hij komt in ieder geval rijdend binnen. Maar we hebben er heerlijk in gereden en het ging dat rode lampje, dat ging van met het chukommetje, weet je wel? Dat ging dan telkens wel branden, maar dat ging ook weer uit als we links afgingen. Oh, nou, dat is bijzonder. Ja, nou is dat lampje wel echt een signaal om te stoppen met rijden. Ja, ja, dat zei ik al tegen Victor, maar hij wilde maar door. Hij reed gewoon door.
Ja, dat zijn de papegaaien van Henk. Lekker. Nou, ik had verwacht één grote vieze bende aan te treffen, maar het is helemaal schoon. Wat ik hier zie, geeft mij aanleiding om verder te kijken. En afhankelijk van wat we daar zien... Kan iemand die papegaai... Ja, ik stort me op de papegaai. Want, Ja. Stil maar. Stil maar, ja. Sst. Meeste vissen moet even geconcentreerd nadenken. Ja. Ze is ongeveer net zo oud als jij. Lekkere koek. Lekkere koek. Dat bedoelen we. Ja, dat weet je de volgende keer. Gewoon eerst alles losschroeven. En alle schroefjes bij elkaar houden. Lekkere koek. Alles is uit elkaar gehaald. We hebben alles gezien. Of we zeggen de deskundigen. Ik heb geen flauw idee. Maar we gaan nu naar de hoorzitting toe. En dan horen we wel wat er eventueel aan de hand is. Ja? En dan praten we verder over de zaak. Okay. We hebben zojuist tijdens het locatiebezoek gezien dat meester Visser er alles aan gedaan heeft om te onderzoeken wat er nou precies aan de hand is met de auto. We hebben zelfs even een proefritje gemaakt en eerlijk is eerlijk, dat liep eigenlijk gesmeerd. Nou ja, het olielampje begon af en toe heel fanatiek te knipperen, maar is dat nou zo erg? Daar hebben we onze deskundige voor, die heeft de auto grondig onderzocht. En dan hebben we nog de rol van monteur Hans. U weet wel, die vriend van Harry en Roelinka. Wat heeft hij nou precies allemaal aan die auto gedaan? Nou, hij is aanwezig bij de hoorzitting. Die gaat nu plaatsvinden hier in het café. Ja, als je daar al leuk is wat te vertellen. Zie je bij de hoorzitting ook wel gebeuren. Ik weet zeker dat ik niet lieg. Ik heb gewoon de waarheid verteld. En tijdens de hoorzitting zal ik dat weer doen. Ik denk wel dat ik af en toe eventjes hem moet laten dimmen. Ja. Ik hou wel niet direct van die mens. Welkom, we zijn hier in Kasteel de Vanenburg in Putten. En aan de orde is de zaak van Roelinka en haar vader Harry Vonk tegen Henk Vis van de gelijknamige autohandel. Ja, de Opel Corsa uit 2001. Er stond toen ongeveer 198.560 kilometer op te tellen. Voor €1.250. Hoe kwam u eraan om helemaal hier naar Putten toe te komen? Ja, ik kwam tegen op internet. Toen kwamen ze bij Utrecht. Ja, klopt. We zijn eerst eens kijken naar de auto. Nou, het ding gezien was gewoon een nette auto. Even bekeken. Ja. En toen hebben ze de auto gekocht. En toen? Nog in gereden? Of... Ja. Ja. En dat lukte niet zo met uitparkeren? Of, Nou, er stond de bus van meneer Vis. En daar stond nog een bus. Die hele opening was nauw. Ja. Toen kwam ik ietsjes met de spiegel tegen die beurs aan. Nou, misschien 2 centimeter, om een centimeter. Ik heb op mijn hand getuft. Ik heb het zo gewreven. Nou, ik heb niks gezien verder. Nee. Dus... Maar niet 3 meter lang, wat hij beweert. U denkt, dat heeft hij gedaan? Ja, ik heb het verder niet gezien, anders was ik er meteen naartoe gelopen. Mm-hmm. Ik tussendoor reed, stond je met daarnaast te kijken. Dus je hebt zelf gezien dat ik tegen die bus aan zat. Had ik meteen kon confronteren. Dan had ik gewoon de BH-verzekering ingeschakeld, klaar. Maar nou ga je de bus spuiten, er is geen bewijsmateriaal meer. Had je me meteen aansprakelijk moeten stellen. Je hebt gezien dat ik met die spiegel tegenaan tikte. Nee, dat heb ik niet gezien. Heb je wel gezien. Want je staat er meteen in die Corsa en je joekt er tussendoor. Ja, omdat in de vorige... Ik heb de Corsa gepakt voor je netjes aan de weg gezet. Want ik ben naar voren toegereden omdat ik tegen die bus aan zat. Ja. Nee, ik stond in mijn kantoor toen het gebeurde. Ja, tuurlijk. Ik was koffie drinken. En u wil €400 ervoor? Ja, ik heb €400 voor de schade betaald, ja. 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 Maar nu de Corsa. U heeft gezegd dat de distributie ketting rammelde... En dat u die ging maken? Ik zal er naar kijken, ja. Inderdaad. Alleen kijken? Kijken. Ik heb niet gezegd dat ik er een nieuwe ketting in heb gezet. Nee. U hebt de ketting gespannen? Ja. Ja, hij zou het maken. Maar, dan is het toch gemaakt, of zie ik dat verkeerd? Er zou een nieuwe opkomen en dergelijke. Hij zou dat repareren, maar dat is niet gebeurd. Nee, maar toen hij de auto kwam ophalen en de proefrit, toen rammelde die toch niet? Oh, ik ben geen monteur dergelijke. Nee, de auto liep gewoon absoluut netjes. De motor liep gewoon netjes in de regen goed. Ja. Dus, ik ga de auto kopen. Er is gezegd, er is wat met de distributieketting, maar dan ga ik maken. Ja. Het motortje van het voorraam doet het niet. Er was een draadje los, dat los ik zelf wel op. Oké. Okay. En het servicelampje branden. Met het autootje met de sleutel erop. Maar ja, als je een auto koopt, een oude auto, waar het lampje blijft branden, ga je er niet
bij jezelf denk je, goh, ik ga dat even mee en laat hem even keuren of zo. Hij was net gekeurd. Ja, voor de APK. Maar ja. dan neem je toch een risico? Ik neem een risico. Ik denk, ja. Hans zet hem uit. Dat was opgelost. Ja, maar Hans zet hem niet uit. Nee, niet. Ja, ik kreeg hem uit. 8 minuten later spreekt hij weer aan. Ja. Hans, wie is Hans? Dit is achter u. Je hebt verstand van Opel Corsa's? 32 jaar bij de dealer gewerkt. 32 jaar bij de dealer gewerkt? Ja. Oké. Okay. En, nou, zij komen thuis met de Corsa. Wat vond u ervan? Ja, op zich een nette auto. Ja. Alleen die ketting, die... Rammelt. Was, ja, die was gewoon uitgerekt. Oké. Okay. Vandaar dat hij zo rammelde. En toen heeft hij de ketting vervangen? Ja, hallo, maar toen ik de deksel eraf had, kwam ik wat anders tegen. Ja. Een zeer vervuilde, versleten motor, in principe. Allemaal troep. Ja. Koek. Koek. Nou, wat vindt u daarvan? Het is losgeweekt, omdat ze hem gespoeld hebben. En daarom staat ik op de rekening. Ze hebben hem gespoeld. En toen is het spul losgeweekt. En toen is het in de olie gekomen. 4 maal olie om koeklaag van die los te weken. Dus 4 keer olie erin gedaan. 80 euro uurloon voor Hans. Jawel. Nou... Meneer Joep Schuurman, onze hulp in bange dagen als we het helemaal niet meer weten met auto's. Ja, u heeft hem open gehad. Ja, de motor is inderdaad dicht gekoekt of geslipt, hoe je het noemen wil. In vaktermen heet het black sludge. Ja. Het is een residu van olie. En bij het verversen van de olie blijft dat spul achter. Dat gaat niet mee naar buiten. Nee. De enige manier om het te voorkomen is een spoelmiddel te gebruiken zoals... meneer gedaan heeft, maar als je daar meteen mee begint, komt er vaak zoveel vuil los dat hij helemaal verstopt raakt. Dat eigenlijk wat er nu aan de hand was. Ja, ik vergelijk het even met dichtslimmende kransslagaderen. Ja. Op het moment dat het dicht zit, kan je wel gaan spoelen. Denk ik dan, maar dan komen er stukjes los. Ja, dan moet er gedotterd worden. Ja. Ja, meneer Hans, je hoort het. Als er niet gespoeld was, was er niks gebeurd. Ja. Het is allemaal uw schuld. Was het voor? Voordat hij gespoeld was, was dat dus juist niet. Nou ja, u bent gaan sleutelen. Ik heb netjes tegen Harry gezegd, hij is helemaal aangekoekt. Ja. En meneer Vis had de aanslag moeten zien. Maar die heeft ook wel gezien? Nee. Heeft hij niet gezien? Nee, een klein beetje, maar niet zo erg dat het helemaal dicht zat. En hij liep gewoon goed. Ja. Het is puur met het spoelen is het losgegaan. Ze hebben er ook een maand mee geregeld. Ja, ik heb zelfs gerekend. 978 kilometer heeft hij ermee gereden. Ja, dat klopt. Zonder problemen? Ja, zonder problemen. En daar is het hele probleem mee ontstaan. Ja. Nou, dan sluit ik de hoorzitting. Ga niet ver weg. Ik kom straks terug en dan zal ik u zeggen wat ik van de zaak vind. Ja? Tot straks. Ja, dank u. Autohandel Vis, die heeft mijn dochter gewoon een rijende bom meegegeven. Ik heb hem zeker met een heel goed gevoel verkocht. Als ik er geen goed gevoel bij heb, verkoop ik hem absoluut niet. Achteraf gezien, hebben jullie nou niet gewoon toch te snel, hoe leuk je hem ook vond, die auto gekocht? Niet jullie, zij. Ja, achteraf gezien misschien had ik er wel wat meer tijd voor moeten besteden om ernaar te kijken. Ja. Heb je nog een beetje kriebels in de buik voor de uitspraak? Nee, helemaal niks. Waar komt die zelfverzekerdheid vandaan? Dat ik weet dat de auto goed wegging. En nou wat ik allemaal hoor vanavond, van de monteur en al die dingen meer, heb ik alleen nog een veel betere gevoel voor gekregen. Dames en heren, na een lange dag waarop we van alles te weten zijn gekomen over black sludge en distributiekettingen, is het eindelijk tijd geworden voor de uitspraak. En de grote vraag is natuurlijk, heeft autohandel Vis, Roelinka, het wrak van de weg in de maag gesplitst? Of valt hem niets te verwijten? Ik wil u allemaal vragen, voor zover mogelijk, om te gaan staan. Want hier is de enige echte, meester Frank Vissen. Uitspraak in de zaak van de familie Vonk tegen autohandel Vis. Wat mag je verwachten van een auto van meer dan 16 jaar oud... met bijna 200.000 kilometer op de teller, zonder enige garantie verkocht voor 1250 euro. Niet veel. In elk geval niet dat je daar gedurende langere tijd zonder
noemenswaardige problemen mee kan doorrijden. Naar mijn oordeel valt daaronder ook een door de jaren heen vervuild oliedistributiesysteem dat pas geruime tijd na aflevering van de auto en na bijna 1000 kilometer zorgeloos rijden plotseling verstopt is geraakt. In het midden kan blijven of het spoelwerk van de heer Hans daaraan heeft bijgedragen of niet. Vast staat immers dat de auto bij aflevering goed reed, wat uitsluit dat die toen verstopt was. En daaruit volgt dat Vonk dit slijtage- of verouderingsprobleem zelf moet verhelpen. Ook voor wat betreft de distributieketting krijgt Vonk geen gelijk. Niet bewezen is dat Vis heeft toegezegd de ketting te vervangen in plaats van aan te spannen. Dat Hans dat later alsnog heeft gedaan is ongetwijfeld erg verstandig. Maar, nogmaals, dat komt niet voor rekening van Vis. Samengevat heeft Vis geen ondeugdelijke auto verkocht en moet de eis van Vonk dus worden afgewezen. De tegeneis van Vis moet ook worden afgewezen, want er is geen geloofwaardig bewijs dat Vonk de kras op de bus heeft veroorzaakt. U heeft een vermoeden, maar meer ook niet. Dit is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Dank u wel. Nou Henk, van harte gefeliciteerd. Ja. Kan ik wel zeggen. Ja, zeker. Meester Visser vindt dat jij geen ondeugdelijke auto hebt verkocht. Nee, gelukkig niet. Nee, hè? En daar was het je allemaal om te doen vandaag. Ja. Ga ik naar de andere kant, want daar heeft iemand heel hard gewerkt voor een autootje. En daar kun je eigenlijk wel zeggen dat er 1250 euro, ching ching, zo, hup. Nee, ik heb wel vrede met de uitspraak. Jij hebt je vrede met de uitspraak? Ja. Morgenochtend dan komen wij weer met de trailer voorrijden en dan zetten we hem weer voor de deur. En gaat hij dan naar het kerkhof of gaat Hans hem nog reanimeren? Ik mag er een bloemenbak van. Maak je de bloembakken van? Of die Fred Flintstone-auto, best een goed idee. Ik vind in ieder geval sportief dat je meegedaan hebt. Ik had het niet verwacht, dus... Nou, dan zit er misschien nog wel een hand in. Ja, natuurlijk wel. Waarom niet? Kleine felicitatie. Ja. Ja. Nou, meester Visser, het zit er weer op. En het is maar weer eens gebleken. Er bestaan dus ook eerlijke tweedehands autohandelaren. Zeker weten. Het zijn allemaal vooroordelen. Ieder mens is te vertrouwen, totdat het tegendeel is bewezen natuurlijk. Zo is dat. Bent u nou thuis ook het vertrouwen een klein beetje kwijt? Wacht dan niet langer, mail of bel ons. Komen we zo snel mogelijk naar u toe. En dan lossen we het op. Zo is dat. Ja. Gierende banden naar huis. Tot volgende week. Dag. Ja. Heeft u eigenlijk wel eens een tweedehands auto gekocht? Die staat in de achtertuin. Er staan de geraniums in. De vergeetmenietjes. De winterviolen. De winterviolen, ja.